Hallo iedereen, welkom weer terug in een nieuwe video op ons kanaal. Ik had het al eerder aangegeven op mijn Instagram en vandaag is het eindelijk zover. Ik heb namelijk voor jullie mijn balkontour video. Als je benieuwd bent hoe mijn balkon er dit jaar uitziet, want ik had hem vorig jaar een makeover gegeven. Dus ja, daarvoor was ik eigenlijk ook mee bezig. Dit jaar heb ik weer allemaal dingetjes veranderd en ik heb het balkon ook cat-proof gemaakt omdat ik dit jaar een kat heb. Mocht je daar benieuwd naar zijn, blijf dan vooral kijken. Nou, ik ga jullie meenemen naar het balkon. Dus het is niet een heel erg groot balkon zoals je kan zien, maar ik ben er echt ontzettend blij mee hoe ik het nu heb ingericht. Dus ik wil jullie graag eventjes laten zien wat hier allemaal staat, want daar krijg ik altijd heel veel vragen over. En ik ga het zo ook even hebben over onze afscherming, omdat we die een beetje cat of Barry proof hebben gemaakt. Maar laat ik anders gewoon eerst eventjes beginnen met de inrichting. Een van onze nieuwste, kom maar, een van onze nieuwste interieur dingetjes. Is dit superleuke bamboe bankje. Hier hadden we eerst twee stoelen staan, maar die waren eigenlijk net iets te groot. Want wij hebben hier twee deuren op het balkon, wat het een beetje lastiger maakte. Maar deze bank past er nu echt perfect tussen. Dus hier ben ik echt onwijs blij mee. Het komt gewoon automatisch met deze kussens. Stiekem is dit niet de meest allercomfortabele bank. Maar ja, als je gewoon een beetje gaat liggen en ik heb wat zachte dingetjes toegevoegd, dan is het echt super lekker om hier te zitten. En ik vind hem ook gewoon echt super leuk eruit zien. Hier een van mijn favoriete dekens. Die is al heel oud. Het is van Ikea. Die is niet meer verkrijgbaar. Die heb ik hier zo overheen gedrapeerd. En dat is gewoon lekker voor in de ochtenden. Voor als je het een beetje koud hebt. Werkt ook gelijk een beetje als kussen. Ik heb deze twee kussens van Serena gehad. Deze zijn van HK Living. En deze had ze over. En die paste gewoon echt perfect hier op het balkon. En in mijn kleurenthema. Dus ja, hier kan ik ook heerlijk tegenaan zitten. Oh ja, ook een item waar ik altijd heel veel vragen over krijg is deze buitenkleed noem je het volgens mij. Deze is van Fonk. Ik weet niet zeker of ze hem nog online hebben. Maar deze geeft de ruimte wel echt heel wat kleur. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Dan heb ik ook nog dit tafeltje. Deze is van Sostrenne Grenne, ook al heel erg oud. En ik vind het wel lekker om meerdere plekjes te hebben om dingen op neer te zetten. Zoals een drankje. En het leuke is dat ik hem eraf kan halen. En dan kan ik zo drankjes uit de keuken mee halen. Weer terug hierheen brengen. En dan zet je hem zo weer neer als tafeltje. Hierboven trouwens heb ik lampjes hangen van Ikea. En die heb ik gewoon opgehangen met van die plakstrips met een haakje. Dus dat vond ik wel ideaal. En deze zijn op batterijen. Dus dat vond ik ook wel gewoon makkelijk. Want ik heb hier geen stroomaansluiting. En dan dit hoekje. Hier is ook wel heel veel te zien. Deze plant heb ik bijvoorbeeld al heel erg lang. Deze is van Casa. En die blijft gewoon echt een topper voor hier. Want het is een neppert. Deze vond ik wel heel erg leuk hier staan. En ik heb hem onlangs in dit superleuke plantenstandaardje gezet. Deze is van Sostrenne Grenne. En ik vond deze heel erg leuk omdat die gewoon heel erg goed matcht bij de bank. Want het is allebei een beetje dat bamboe. Een beetje dat tropische Bali gevoel wat ik heel erg leuk vond. En dan heb ik ook deze kast nieuw. Deze is van Ikea. Ik weet niet zeker of het officieel een item is voor buiten. Maar het wordt hier niet heel erg nat. Dus ik hou het gewoon een beetje in de gaten. En ik heb ook voor deze gekozen omdat weer hier dat bamboe, dat hout erin terugkomt. Wat ik wel echt super mooi vind. En ik wilde het graag hebben voor mijn plantjes die ik hierboven heb staan. En andere disjes en datjes. En dan kon ik een beetje in de hoogte werken omdat het anders een beetje vol werd. Dus ik heb hierboven een aardbeienplantje staan. Die heb ik gekocht bij de aardbeien drive-in. Daar hebben we een video opgenomen. En dan heb ik hier een heel leuk paprika plantje. Hier moeten we echt even de paprika's nu vanaf gaan lopen halen. Want die zijn goed gekleurd. Dan heb ik hier twee kleine bakjes staan. Ik weet niet zo goed met hoekje aan mij gekomen. Ik denk van mijn moeder. En die passen echt perfect hierin. En heb ik hier nog wat aarde en wat andere ditjes en dasjes. En hier heb ik stiekem ook nog wat aarde in zitten. Maar het staat niet zo heel erg mooi. Dus ik dacht, nou doe ik het gewoon even in zo'n kratje. En dan verberg ik het een beetje op die manier. Deze mand had ik bij Action geshopt. Had ik ook een video over opgenomen. En hierin heb ik mijn hangmat. En ik dacht, het is wel heel erg handig om deze zo lekker bij de hand te hebben. En toch is hij zo'n beetje opgeruimd. En ik ga deze zo eventjes uit elkaar halen en ophangen. Dan kan je zien hoe dat eruit ziet. Want ik vind deze ook wel echt heel erg chill. En stiekem past hij ook gewoon heel erg goed in het interieur. En dan heb ik hier als allerlaatste ook een van mijn nieuwste aanwinsten. Dit superleuke LED-lampje. Ook deze is van Sostrenne Grenne. En die kan je gewoon hier aanzetten met een batterijtje aan de onderkant. En ik vind deze echt super schattig staan. Dan heb je toch nog een beetje licht hier op het balkon. Samen met de lampjes hierboven natuurlijk. Nou, en zoals jullie weten heb ik hier thuis ook een kat. Dat is Barry. Al snel merkte ik dat hij het heel erg leuk vond om ook op het balkon te komen. En ik vond het zelf ook wel heel erg gezellig. Het enige is dat ik best wel
hoog woon. En het is dus een balkon die best wel open is. Dus zeg maar, de reling is helemaal open. Er zitten stukken boven en onderbij. De reling is wel wat hoger dan normaal. Die komt echt wel ja, tot hier. Dus ik had op Instagram al meerdere keer gevraagd van joh, wat zijn nou goede opties om een balkon zeg maar katproof te maken. En ik heb best wel veel opties toegestuurd gekregen. En ik heb heel veel overwogen. Maar eigenlijk kwamen de meeste erop neer dat ik gewoon de hele reling moest gaan afzetten. Met bijvoorbeeld van die bamboe kleine dingetjes, een afzetting eigenlijk. En dat wilde ik niet, omdat ik daarmee echt het hele uitzicht zou gaan bedekken. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Dus wat we hebben gedaan om het op te lossen, zo, het is in één keer echt super lawaaiig hier. Wat we hebben gedaan om het op te lossen is een idee die ik kreeg van een van mijn volgsters. En zij had mij verteld om namelijk de reling af te zetten met plexiglas. En dat vond ik echt een top idee. En dat is waar we voor zijn gegaan en ben ik echt heel erg blij mee. Als je goed kijkt, dan zie je dat er plexiglas voor zit. Als ik even dichterbij kom, dan zie je een klein beetje de weerspiegeling. Dus dit is de normale reling. En we hebben hier gewoon plexiglas voor gedaan. En hoe we die hebben vastgezet is gewoon heel simpel. Met een gaatje, een tie wrap. En dat aan de verschillende hoeken. Dan kom ik hier ook gelijk eventjes bij onze fout. We hadden namelijk het gaatje hieronder gedaan. Maar die had hier gemoeten. Zodat die tie wrap niet zo lang hier zou hangen. En het voordeel van dit plexiglas is dat ik er echt perfect doorheen kan kijken. Dus ik heb gewoon nog heel erg mijn uitzicht waar ik heel erg dol op ben. En heel veel waarde aan hecht. Maar het is wel helemaal afgeschermd. Maar ik kan niet meer door de spijlen heen. Want dat deed hij wel eens. Dat vond ik echt super eng. En we hebben hem ook ietsje langer door laten lopen aan de onderkant. Zodat hij daar ook niet meer doorheen kan gaan snuffelen en kijken. Nou, natuurlijk is het hierboven nog wel open. En ik heb best wel wat comments gekregen van mensen die zeiden van dat ik daar kippengaas moet doen. Maar omdat ik dus best wel hoog woon, waait het hier altijd. En ik ben bang dat het dan heel erg gaat lopen wapperen. En eerlijk gezegd vind ik het heel erg lelijk staan. En twee, ik kan het bijna nergens echt aan vastmaken. Omdat ik ook nog een zonnescherm hier heb. Oftewel, voor mij best wel voldoende reden om het niet te doen. Ik zag het eigenlijk gewoon niet zitten. En als Barry op het balkon is, dan ben ik er ook gewoon altijd bij. Zo, ik ben eventjes naar binnen moeten gaan, want er was echt te veel lawaai buiten. Wat ik wel nog eventjes wilde zeggen, is dat er ook wel een beetje een paar nadelen zijn aan het plexiglas. En dat is één omdat het wat prijziger is. Je hebt de keuze om gewoon via bijvoorbeeld speciale webshops op maat gesneden plexiglas te bestellen. Maar ik merkte dat dat in deze coronatijd één heel erg duur was. En twee, de wachttijd was best wel lang. En ik heb ervoor gekozen om bij Karwei platen te shoppen die de afmetingen hebben die zo dichtbij mogelijk waren bij degene die ik zocht. En daar heb ik zelf gewoon nog de helft van afgesneden en nog wat kleine deeltjes zodat ze echt het beste passen op de ruimte die ik hier heb. En hier heb ik volgens mij uiteindelijk iets van 100 of 90 euro voor betaald. En dan moest je dus zelf nog snijden en boren. Daarbij moest je dan ook nog even wat grotere tie wraps shoppen, maar dat kost ook niet heel veel geld. Verder wat ik ontdekte is dat ik, je hoorde het misschien op de video net wel, dat als het een beetje waait dat het gaat piepen. En dan is dat een beetje denk ik de combinatie tussen het plexiglas, het tie wrap en het metaal. Dus het piept een beetje, op zich niet heel erg storend. En als je zelf bijvoorbeeld geen wind hebt, ik heb omdat we hoog gewoon altijd wind, hoor je dat een beetje, maar het is niet heel erg erg. En we hadden een tijdje terug, volgens mij een paar weken terug, hadden we een hele erge storm. En toen merkte ik dat het plexiglas heel hard ging klapperen tegen de spijlen. Dat was wel echt zo hard dat ik gewoon s'nachts wakker schrok. En daarom hebben we die groene dingen eromheen gedaan. En ik had daar zelf een hack voor bedacht. Het is zo'n zwemnoedel. Die hebben we in kleine stukjes gesneden. Gewoon met een broodmes. Daar weer de helft van doorgesneden. En daar dan weer een gat uit gehaald. Zodat je die gewoon om de spijlen heen kan schuiven. En tot nu toe werkt het echt super goed. Het dempt het echt veel beter. Dus ik ben er echt ontzettend blij mee. Nu hangen ze er nog omdat ik deze video voor jullie wilde opnemen. Maar als ik gewoon merk dat het een tijd niet heel hard gaat waaien, dan kan ik ze gewoon weer eraf halen. Het was een beetje een wat langere uitleg. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Anders moet je me gewoon eventjes laten weten in de comments. Dan kan ik je daar nog even wat over uitleggen. Maar ik vond dat zelf wel echt een hele fijne oplossing en hack waar ik heel erg blij mee ben. Ik hoop dat je het leuk vond om deze te zien. Mocht je ook benieuwd zijn naar de rest van mijn huis. Ik heb een paar jaar geleden een house tour video opgenomen. Sindsdien is er niet extreem veel veranderd. Dus als je die wil zien, zal ik me eventjes in het i'tje linken. En dan kan je daar nog eventjes naar kijken. Om te zien hoe ik de rest van het huis heb ingericht.
En vergeet zeker niet om ons ook te volgen op Instagram. Daar zijn we net wat actiever dan hier op YouTube, als ik heel erg eerlijk ben. Dus lijkt me heel erg gezellig als je ons daar ook volgt. Daar zijn we eigenlijk gewoon dagelijks wel aan het updaten. Dus je kan mij vinden via @larisseverbon. Tara kan je natuurlijk vinden via @taraverbon. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken weer naar deze video. Vergeet natuurlijk niet om een duimpje omhoog te doen. En laat even wat gezelligs achter in de comments. En dan zie ik je snel weer in de volgende video. Doei doei!